Jullie zijn hier dus op, bij akkerbouwbedrijf Pluisterwonder. We zitten in polder Wieringerwaard. Het bedrijf is ongeveer 250 hectare groot. Een lichte, goed bewerkbare kleigrond en een deel op geesgronden en zandgronden onder Julianendorp. We doen voornamelijk op de kleigronden akkerbouw, aardappels, uien, suikerbieten, tarwe. Het opkweken van miniknol tot PB3 doen we voor firma Stedt. We waren op zoek naar toediening van de Monsereen toen nog en later werd het Amnistar voor het poten. Toen stuiten we eigenlijk op de loofdouche. Die is dus niet aangeschaft om in eerste instantie om te klappen. Toen hebben we dus eigenlijk ook besloten om achter het rijenvrees in combinatie met de rijenvrees te gebruiken. En op die manier de onkruidbestrijding toe te dienen. Het was een probeersel, het was een eigen ontwerp. Tot onze eigenlijke verbazing bleek dat heel goed te werken. Het paste bij ons in de planning heel goed, omdat wij dus, zoals gezegd, die essenteelt doen. Daarmee hebben we heel veel kleine kaveltjes die er eerder uitkomen, later uitkomen. En als je dus de rijvrees eroverheen haalt, is in één keer bespoten. En het resultaat van die bespuiting is ook buitengewoon goed. Ik kan weinig anders verzinnen dan dat de loofdouche het door de fijne nevel goed aanbrengt. En daarbij na het rijvrezen heb je altijd ook wat vocht. Een voorbeeld waarin we dus met de gewone spuit een stukje moesten spuiten omdat de loofdouche nog niet beschikbaar was. En daar was een duidelijk verschil van onkruidbezetting zichtbaar ten opzichte van de later behandelde kavel met een loofdouche. Wij gebruiken, zoals het gefilmd is volgens mij, gebruiken 100 liter per hectare. Gevoelsmatig hebben we dat zo ingesteld. Die loofdouche die heeft de mogelijkheid om een zeer beperkt aantal liters per hectare goed te vernevelen. Het hangt wel eens van de vloeibaarheid en de vluchtigheid van het middel af. Wat voor dosering we ook doen met loofklappen. Daarentegen rijden we ongeveer een kilometer of 6, 7. Dan doen we dus de helft, dan doen we ongeveer 50 liter per hectare. Die bodemherbicidebespuiting na het vrezen, eigenlijk een hele nare bespuiting. We zitten hier in de kop van Noord-Holland, het waait altijd. De toediening is gewoon heel goed, omdat je ook met name met zijwind die ruggen elke keer weer, dan heb je toch wel wat luwte. Ja, het aanbrengen, dat is perfect, vind ik.